Bovendien weten de mensen hier in Amsterdam wie de stadsvernieuwing hier van de grond getrokken heeft. De laatste 20 jaar. Of eigenlijk deze hele eeuw. Weet je eigenlijk wat je vader doet? Dat is iemand die gewoon huizen verbetert. Socialistische gemeentepolitiek voeren. Ondanks dat er in Den Haag een rechtskabinet zit. Wij zitten nu op 160.000 arbeidsplaatsen. Dus dat is een enorme boost in die stad zelf van werkgelegenheid. Ik reken op u als Rotterdammers. En hand in hand, kameraden, vechten we voor vrede. Alles wat met criminaliteit te maken heeft, moet je hard aanpakken. Hoe zou je het voor elkaar krijgen? Dat vind ik zo'n mooie winterstraat. Hoe moet ik zo kunnen houden? Dat betekent dat je kinderen kansen geeft en dat betekent dat je perspectief biedt. Percentages en aantallen, maar mensen wonen niet in een percentage. Mensen wonen in een huis. We hebben gewoon een maatschappelijk probleem als we niet gewoon keihard gaan bouwen. Bouwen, 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 voor alle lagen. Dat is